Social Podcast. We back. Aflevering 5, man. Proivo. Aflevering 5. Ja, man. Ja, man. We hebben er al 4 achter de rug. En ja, man. 4 achter de rug. Eerste was comfortzone. Tweede was mindset. Derde was body and fit. Nee, vierde is body and fit. Oh ja, man. Vierde. Dat is... Wat was het? Met aanpassen in de maatschappij, man. Met Rolly. Shout out naar Rolex. Vandaag gaan we het hebben over... Bro, even vergeten zelf, man. Self-love. Self-love. Self-love, zelfliefde. Het is vaderdag zelfs, man. Ja, man. Maar helaas heb ik geen zoon zo. Misschien. Oh ja, ja. Ergens, hoezo? Dus je hebt geen sans. Die vaderdag telt niet voor mij. Hoezo niet? Kan gewoon toch? Je bent big bro toch? Zo kadada. Ik heb een paar zoontjes gemaakt. Je hebt een paar zoontjes. Maar geen eigen echte. Ja, man. Grappig. Ja, maar het is precies een perfecte dag om over self-love te hebben voor mannen, zeg maar. Maar we gaan het wel, denk ik, even over hebben over self-love. In het perspectief van een man. Want we zijn mannen. Volgende keer gaan we misschien een vrouw erbij zetten. Dat zou ook niet zijn. Vrouwelijke, ja. Dan kunnen we het ook van de andere gast. Kant zien. Zoals je ziet, vandaag hebben we geen gast. Vandaag hebben we geen gast. Ja, dus het gewoon met ons twee lekker. Hebben we gewoon expres ook gedaan. Gewoon even gewoon op een rust gewoon. Op een rust. Ja, en toevallig vaderdag. Het is een perfecte dag om over self-love te hebben. Als man, als perspectief van een man. Want self-love... is het leven als een man, we zeggen dat, een man leeft... Dat is best wel moeilijk. Is in ieder geval, dat is voor moeilijk. Iedere individu natuurlijk anders. Hè? Want ik heb veel gemerkt, als man leef je meer om anderen te plezieren, zeg maar. Begrijp je wat ik daarmee bedoel? Ja, ik begrijp je wel. Dus... Alleen zo'n groot dingetje. Dus self-love dan, zeg maar... als man, ja, dan ben je vaak een vader, vaderfiguur, grote broer. Zoon van iemand. Zoon van iemand. En wat ik al zei, ja, mannen leven veel om anderen te plezieren, zeg maar. En als kleine jochie, dan is het meestal niet zo. Maar kom je op een bepaald leeftijd, dan merk ik dat je wel veel leeft om anderen te plezieren, zeg maar. Wanneer je ouder wordt, je krijgt een vrouwtje. Dan leef je ook om haar te onderhouden, zeg maar. Werk je ook veel om haar te onderhouden, zeg maar. Krijg je kinderen, hetzelfde verhaal, zeg maar. Er komt veel kijken bij mannen. En ik denk dat het best wel veel ook onderschat wordt. Wat vind je daarvan? Nee, ik vind het wel... Ja, het klopt wel om wat je zegt. Ja, in principe is het wel zo, maar tegenwoordig is het ook niet zo traditioneel als eerst. Klopt. Want self-love kan heel veel dingen zijn. Mm-hmm. Natuurlijk. Het hoeft niet per se... Want ik in ieder geval, van mij weet ik leef niet om anderen te plezieren. Ja, tenminste... Ik leef voor mezelf. Dat ik onderbreek, toch? Tenminste, ik had vanochtend dat ik even op Google gekeken en de betekenis dat, zeg maar, van zelfliefde... Als man, zeg maar. Tenminste, als in het algemeen zelfliefde. Ik lees het gewoon even op. Zelfliefde betekent voor je eigen behoeften zorgen... en je welzijn niet opofferen om anderen te plezieren. Ja, precies. Maar mannen moeten heel veel opofferen om anderen te plezieren. Nee, maar het is ook een keuze, hoor. Ja, het is een keuze, maar... Als jij wilt pronken om gezien te worden, dan doe je het zelf. Nee, maar ik bedoel van... Je zegt, het is een keus. Want veel mannen doen dat. Vrouwen doen dat minder dan mannen. Ik bedoel meer van... Als ik bedoel van, je moet veel opofferen om anderen te plezieren. Snap je wat ik bedoel? Dus... Ik snap wat je bedoelt, maar een rol van een vader... Dat je kind moet plezieren, dat is een natuurlijke rol. Klopt. Dat doet de moeder ook. Klopt. Zeg maar, dat je vrouw moet blij moet maken, tevreden Klopt. Stellen. Dat is ook gewoon een natuurlijke rol. Klopt. Die je gewoon uit jezelf doet. Gewoon heel spontaan. Mm-hmm. Maar als je bijvoorbeeld andere mensen per se wilt plezieren, omdat je... Want dat doen heel veel mannen ook, hè? Ja, dat ook. Goed willen, of in ieder geval... Goed willen lijken. Zichzelf goed willen zetten, of die guy willen zijn, of weet toch? Dan doe je het eigenlijk zelf. En daarom is het belangrijk om jezelf op de eerste plaats te zetten. Zeker, man. Want als man zijnde... Je leeft eigenlijk wel sinds...
vanaf het moment dat je een beetje ouder wordt, leef je veel op achievements. Er wordt ook veel gevraagd van je, zeg maar. Prioriteiten stellen, succes behalen. Want mannen leven veel op veel van die dingen, zeg maar. Ja, precies. Er wordt veel druk op je gezet. Ja, als man zijn, wordt er een groot glas op je gehouden dan. En vrouwen bijvoorbeeld. Maar vrouwen hebben ook heel veel talenten. Bijvoorbeeld ook heel veel dingen die hun ook kunnen doen. Ook gewoon... eigenlijk vind ik mannen en vrouwen hetzelfde. Maar toch, omdat het is gewoon een mannenwereld, eerlijk gezegd. Word je als man, vooral als jonge man, krijg je gewoon een groot glas over je heen. Ja, man. En dan moet je gewoon laten zien... moet je gewoon laten zien wat je kan. En dat is die druk die we hebben als mannen. Mm-hmm. Daarom... die druk hebben we als mannen omdat we anderen willen plezieren en daardoor onze dingen willen behalen. Klopt. En daarom moet je zelf als eerste zetten. Laat me dan zo zeggen, zeg maar. Ja. Laten we het plezieren van mensen die niet toe doen even buiten aan de kant zetten, zeg maar. Laten we het dan even over de man waar de samenleving naar opkijkt. Een man die voor zijn kinderen zorgt. De man die eten op tafel brengt. De man die zijn vrouw tevreden stelt. De man die zijn kind goed opvoedt. De man die tijd voor zijn kinderen doorbrengt. Tijd met zijn kinderen doorbrengt. De man die tijd voor zijn vrouw doorbrengt. De man die zichzelf ook constant moet blijven perfectioneren. Performen op werk. Uiteindelijk ook nog doelen moet stellen voor zichzelf. Snap je? Er komt veel bij kijken als man, zeg maar. Maar alle dingen die je opnoemde, dat maakt je wel een man. Dat is antwoord van de samenleving. Nee, maar dat is niet... Dat is, in ieder geval van mij is dat mijn antwoord op mijn hele existence. Antwoord op mijn hele bestaan. Het is ook zo. Als ik dit kan doen, dan ben ik gewoon... Ik ben gewoon een man. Gewoon, ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. En ik zeg ook niet dat het niet de bedoeling is, want uiteindelijk, dat is een man. Ja. Maar we mogen best wel meer erkennen dat dat veel vraagt in zo'n tijd. Het vraagt veel. Het is niet altijd makkelijk. Snap je? Om al die dingen in orde te krijgen. Tegelijkertijd in orde te krijgen. Ja, maar je kan ook zelf, je hebt geen kids, whatever. Mm-hmm. Je hebt geen kids, dan heb je ook... Dan wat dan nog meer... aan je gevraagd, want nu gaf je heel veel voorbeelden met kinderen. Mm-hmm. Geef nou eens een paar voorbeelden zonder kinderen. Een paar voorbeelden zonder kinderen. Ik denk ook gewoon de druk wat je ziet als zoeken in een relatie. Er wordt veel van je gevraagd als vrouw zijnde. Vraagt veel van je. Als man zijnde? Als vrouw, een vrouw vraagt veel van je. Als man zijnde vraagt een vrouw ook veel van je om in een relatie te zitten, zeg maar. Om de ander het uiteindelijk te plezieren. Want het is wel iets wat veel gebeurt ook. Wat ook veel moet gebeuren in een relatie. Snap je? Nee, maar sorry dat je onderbreek. Mm-hmm. Ik snap dat die denken dat je mensen vaak zo denken. Maar er zijn ook heel veel simpele relaties zijn die gewoon... Mm-hmm. Soms ga je verbazen dat een relatie niet echt heel veel energie kost. En wanneer het juist energie kost, dan zijn jullie echt aan het bouwen. Er zijn heel veel simpele momenten gewoon wanneer je bent gewoon bij elkaar en niemand vraagt energie van elkaar, gewoon liefde meer. Klopt. Of gewoon, nou, dat is denk ik wanneer je een goede relatie hebt waar je de frequentie van twee kanten goed zit. Ja, maar sowieso als je... De ander weet... De ander kent jou en weet wat hij van jou kan vragen. En geeft jou ook de ruimte om jou te ontwikkelen, om jezelf te ontwikkelen. Ja. Zeg maar. Maar ik denk dat er ook gewoon heel veel mensen die daar geen weet bij hebben. Nee, maar dan moet je niet in een relatie zitten. Als je te veel energie vraagt, dan moet je gewoon laten. Dan moet je energie in jezelf zetten. Mm-hmm. Snap je? Mm-hmm. Dat is het belangrijkste. Als iets jou te veel energie van jou vraagt, maakt niet uit. Relatie, wat dan ook, werk, weet ik veel wat. En je bezwijkt onder de druk. Dan moet je even teruggaan en toch denken aan jezelf. Gewoon kijken hoe je het beter moet doen voor jezelf, snap je? En dat is ook die self-love dan, zeg maar. Want ja, dat is self-love waar belangrijk. Dat is niet waar veel mannen, zeg maar, echt heel erg mee bezig zijn. Ik denk dat het self-love niet echt, zeg maar, het self-love, echt het woord, niet echt in het woordenboek van een man bestaat, man.
Maar en self-love wil ik zeggen, het hoeft niet per se self-love te noemen, meer zeg maar de tijd voor jezelf doornemen, echt voor jezelf, zeg maar. Snap je? Ja, ik snap wat je bedoelt, maar ik heb heel veel verschillende, gewoon in je leven spreek je heel veel verschillende mensen en daaruit komen heel veel interessante gesprekken. Mm-hmm. En ik heb heel veel mensen gesproken die gewoon super gelukkig zijn. Ja. En dan houden ze zichzelf ook gelukkig door heel veel leuke dingen te doen. Mm-hmm. Dingen een beetje uit te zoeken voor zichzelf. Om, gewoon leuke dingen voor zichzelf, voor zichzelf uit te zoeken om te doen. Ja. Mensen die veel gaan reizen. Gewoon mensen waar gewoon ergens je geluk in vinden. Klopt. Zulke mensen spreek je en dan denk ik van oké, ze zijn wel echt bezig met zelfloof. Ze zijn wel echt een dingetje aan het doen. Ja man. Sowieso als man ken je wel veel druk. Ja, maar wat ik net zei. Ja man. Die maatschappelijke druk onder jongeren vooral. Mm-hmm. Eigenlijk ja, onder jongeren. Ja. Want je ziet veel van je leeftijdsgenoten bepaalde dingen bereiken. Mm-hmm. En daardoor, en die wil je ook gewoon bereiken. Zelf voor, je bent een student, wat dan ook. Ja. Je bewandelt die pad als student en dan zie je leeftijdsgenoot van jou al een huis kopen, wat dan ook, die druk. Ja. Ja, die druk is ook gewoon natuurlijk weegt zwaar op een iemands zelfloof. Maar dat is sowieso iets, ik heb dat wel onder, dat hoe je dat? Vergelijk heb ik dat heb ik sowieso al lang gelaten, man. Vergelijken, ja, dat is goed, hè? Als je die shit laat, ja. Vergelijken, dat is. Je kan gewoon niet. Je kan niet vergelijken, bro. Het kan niet. Maar soms kan je er niet omheen, hè? Want het is echt. Als bro, je in je gezicht wordt gedrukt. Het is soms ook gewoon een motivatie. Moet niet, het is ja, goed, zeker. Het is goed dat. Je bent bezig met je eigen shit. Ja. En je ziet mensen. Weet je toch? En dan denk misschien kan je denken, oh fuck, ik ben nog lang niet daar. Mm-hmm. En dat kan je misschien depressief maken. Nee, maar dan kijk, ook. Maar soms ook gewoon positief, even de vuur om die vuur, heet toch? Sowieso, maar hoe bedoel je, het kijken sowieso naar anderen? Ja. Ik zei dat ik hier vuur achter elkaar zat. Op zich, het kijken naar anderen, dat doe ik altijd. Ja. Want naar het kijken naar anderen, daardoor regel ik ook mijn dingen, zeg maar. Ja. Net als zo'n podcast, hoe we het zijn gestart, dan kijk ik ook naar anderen. Snap je? Maar het vergelijken van hoe ver jij bent of hoe hard jij gaat, dat doe ik nooit. Dat doe ik never. Ja, of wat hij heeft en wat ik niet heb, dat doe ik never. Maar goed. Ik kijk wel altijd naar anderen. En zeg je maar, moet altijd kijken naar anderen. Die shit, zeg maar, voor sommige mensen is dat echt lastig, man. Voor ja, sommige mensen, geloof ik best. Want ik heb het ook gewoon onzeker. Mm-hmm. En ja, ze worden gewoon onzeker. En dat is met die zelfverlof, toch? Zodra je onzeker bent, ben je niet echt blij met jezelf. Klopt, man. Dat is het wel, man. Ik heb het ook wel gehad vroeger, dat ik wel gewoon vaak met anderen vergeleek. Maar dat kan je gewoon echt niet doen, man. Want bro, jouw tijd kan misschien op jouw 40ste pas zijn, hè, bro. Ja, jouw tijd kan op jouw 40ste pas zijn met wat jij wilt. En jij kan misschien nog harder gaan dan diegene die op zijn 20ste al een beetje lekker ging. Snap je? Ik zie dat veel gebeuren. Dus het is hoe jij kijkt naar iemand. En iemand kan nu hard gaan, maar op zijn 40ste niet meer. Ja, is hij klaar. Dan ben jij wel hard aan het gaan. Ja. Zo is de game, man. That's how the game goes. That's how the game goes, man. Dus. Maar er zijn gewoon, zeg maar, je 20-jarigen, dat zijn gewoon zeggen dat gouden jaren zijn, hè, toch? Zeker. Maak je jezelf of breek je jezelf. Maar dat is wat de maatschappij jou in gezicht drukt. Ik denk het maar is wel op je 30ste en 40ste kan je ook heel veel dingen bereiken. En heel veel mijlpijlen ondergaan. Ik denk het is wel verstandig om op je 20ste rond die tijd een beetje te gaan zoeken. En een beetje te gaan onderzoeken en zo, weet je. Want het is wel de tijd dat die mogelijkheden er zijn. Ja, ben je ouder, kan je die dingen hebben. Dat je misschien een kleintje al hebt opeens. Op een vrouwtje hebt. Huis hebt en al die dingen. Dan wordt het moeilijker, zeg maar. Maar het is nooit, laat ik het zo zeggen. Je tijd is nooit afgelopen. Het kan altijd. Als je kijkt naar Amazon, Jeff Bezos. Snap je? Hij was 31 of zo toen hij Amazon begon in een garage. Oh, dat is nou tweede rijkste man ter wereld. Daarom, man. Dus vergelijken is de devil, man. Dat is wanneer je de devil toelaat.
Ja, maar het is ook natuurlijk, hè? Het is ook natuurlijk. Je kan er niet omheen. Er is een verschil tussen kijken naar iemand anders zijn prestaties en vergelijken. Nee, maar het is mentale shit. Het is gewoon. Ja. Je vergelijkt het niet van dit is A en dit is B. Dit zijn twee verschillende. Nee. Mm-hmm. Het is gewoon echt van shit. Misschien ga ik niet snel genoeg in het leven. Ik zie veel mensen dingen bereiken. En dat is gewoon natuurlijk. Dat is gewoon, mensen doen dat gewoon. Daar kan je niet omheen. Klopt. Dat is misschien, al ben je heel mentaal super, super sterk. Mm-hmm. Als je dat gewoon keer op keer mee wordt geconfronteerd, dan maakt je gewoon een soort van sip of depressief. Dat is gewoon iets. Dat is gewoon moeilijk. Ja. Dat is niet... Laat me zo zeggen. Ja, je vergelijkt wel gewoon onbewust altijd. Onbewust altijd. Maar ja, je moet wel weten gewoon van zo werkt het niet, man. Snap je? Zo werkt het niet, zeg maar, met... Als het bij hem wel loopt, waarom loopt het met mij nog niet? Nee, ja, maar... De tijd, iedereen zijn tijd. Maar soms ook gewoon, zelf voor iemand... Soms wordt dat ook omgedraaid als motivatie, hè? Dat is hoe je ernaar kijkt. En hoe nee, ook gewoon van... Soms slaap je gewoon. En dat is niet erg, hè. En dan zie je mensen misschien dingen meer bereiken... omdat je gewoon met iets anders bezig bent. Of je slaapt in ieder geval. Ja. Of je bent nog niet hard genoeg bezig of zo. Mm-hmm. En zeg maar, om dat om te draaien... daardoor kunnen mensen eerst in depressie raken of wat dan ook. Of niet blij zijn met zichzelf... omdat ze zichzelf bijvoorbeeld niet snutter vinden of wat dan ook. Terwijl dat helemaal niet zo is. En daarna haal je misschien kracht uit jezelf... en je gaat denken van, oké, ik moet nou beter doen. Klopt. Dus het kijken naar anderen, dat kan je niet vermijden. In ieder geval, ik kan het niet vermijden. Nee, je moet het altijd onbewust doen. Je moet het ook niet vermijden, man. Het kijken naar andere leer je toch? Wat mogelijk is. Ja, precies. Hoe je ernaar kijkt. Je kijkt altijd naar anderen. Als iemand bijvoorbeeld... Want ik bedoel ook gewoon zo van een Kobe. Die keek ook naar anderen, toch? Ja, maar dat zijn ik bedoel ook gewoon zakelijke mannen die op kantoor zitten. Ja, maar dat zijn voorbeelden. Maar het is meer van... Ik bedoel meer van... Wat je nu opnoemt is gewoon... Oh, dat is mijn voorbeeld. Ik wil daar zijn. Mm-hmm. En dat is weer het manifesteren of het dromen. Maar ik bedoel gewoon meer van... normale, standaard leven dingen. Iemand kan bijvoorbeeld... zelf noemde iemand altijd... iemand was het domste van de klas, maar hij ging... Mm-hmm. een vak leren. En hij is nou timmerman of bouwvakker of zo. En hij werkt al sinds zijn 19e of zoiets. Sinds zijn 18e is hij aan het werken. Hij heeft heel veel geld opgebouwd. En jij ging studeren, want je was super slim. Ja. Je ging studeren. Dus je zit nu al, weet ik veel, 5 jaar aan het studeren. En hij is al 5 jaar aan het werken. En hij heeft al geld opgebouwd. Ja. En hij koopt een huis. Ja. Ben je even oud. Jij bent een skere student. En hij was de domste uit de klas. En hij koopt een huis. En daardoor, door die dingetjes... omdat ieders leven natuurlijk anders gaat... Ja. Daardoor kunnen mensen depressief raken en denken van... what the fuck? Hoezo ben ik niet zo ver? Is het dan niet verstandig om een... Is het wel misschien verstandig om juist een voorbeeld te hebben? Een specifieke voorbeeld? Nee, want dit heeft niks met voorbeeld. Nee, maar juist wel tenminste. Als jij een carrière gaat starten... Maar je weet al waar je gaat. Is jouw doel is alleen geld of... Nee, het is gewoon... Het is leuk. Mm-hmm. Het zou ook leuk zijn als ik in die positie zat. Dat zou je altijd denken. Ja. Dat maakt jou... Dat kan jou misschien... Maar dat is meer... Je bent blij voor diegene, maar je dan kan jezelf denken... Fuck, kijk waar ik ben. Ja, maar dat is het ook weer waar je snel last in raakt. Jij kan succes willen of jij kan iets voor jezelf willen. Want als jij de eerste keer kijkt, dan kijk je alleen naar succes van mensen. Maar als jij specifiek zoekt wat jij leuk vindt en daaruit een voorbeeld gaat zoeken... Nee, maar je begrijpt het denk ik niet goed, man. Je begrijpt het niet denk ik goed, man. Ik bedoel echt doodnormale levens... Ja, maar dat is dood... Tenminste, wat is doodnormaal? Je kijkt niet naar succes, je kijkt gewoon naar... Mm-hmm. Zo voor... je wilt gewoon een huis... Ja. Je wilt gewoon beginnen met je leven in plaats van bijvoorbeeld studeren. En je hebt moeite met studeren. Je hebt al moeite daarmee, want dat kost ook allemaal heel veel tijd... En heel veel stress. En je hebt al moeite ook met zelf. Je bent heel veel aan het werk, maar je wil ook iets anders doen. Je kiest bijvoorbeeld een pad voor jezelf en dat kost heel veel moeite. Je bent bezig met om jouw dromen te realiseren of je studie af te maken of carrière te starten. Omdat dat je passie is of wat dan ook. Mm-hmm. Maar je ziet iemand waar het bij hem iets sneller gaat. En dat is gewoon... Jij wilt ook in die voetstap, jij wilt ook zeg maar, in die positie zitten. Het is niet van succes of niet, want het kan ook gewoon zijn... Oh, je hebt...
je hebt net je rijbewijs, maar een auto halen is super, nog super duur voor jou. Mm-hmm. Terwijl iemand die vroeger nooit geld had, of wat dan ook niks, maar omdat hij al aan het werk is, al een tijdje, kon al een hele mooie auto halen. En dan ben jij daar nog op je fiets. Ja. En hij rijdt al een auto. Terwijl je gewoon super blij van hem kan zijn. Mm-hmm. Alleen, natuurlijk kijk je wel van, oh, ik moet misschien een standje omhoog om dat ook te halen. Maar terwijl ik al super hard mijn best doe met dit. En dan raak je in depressie. Dat is denk ik dan gewoon het verkeerd kijken dan naar anderen, man, bro. Ik zeg eerlijk, want ik bedoel meer van, laat ik het zo zeggen. Als je, jij kan wat zoek jij dan, zeg maar? Jij zoekt huisje, boompje, beestje. Jij zoekt carrière. Je moet stap voor stap, toch? Snap je wat ik bedoel? Het is hetzelfde van, ik snap dat er heel veel druk is. Dat heb ik ook. Iedereen heeft druk. Ja, maar dat heeft als jij heel veel druk, als jij heel veel druk, wat zeg je? Dat heeft ook druk. Maar maatschappij eist dat jij dit hebt en dat je dit hebt. Ja, maar jij kan ook gewoon heel veel druk op jezelf zetten als jij naar te veel anderen kijkt die ook doelen hebben. Maar je moet specifiek kijken naar een bepaald voorbeeld. Misschien beweegt net iemand die een hele andere pad bewandelt dan jij, zeg maar. Ja, maar hij zit misschien het is hetzelfde van ik die helemaal niks met muziek te maken heb. Ik kijk naar een rapper, doe hij shows maken. Dat is een verkeerde voorbeeld dan, zeg maar, van mij, snap je? Dan ga je verdwalen. Zijn lifestyle, zijn auto's. En dat bedoel ik helemaal niet. Maar dat is wat ik bedoel. Het is wel belangrijk om een bepaald voorbeeld te hebben, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Een voorbeeld die wel in jouw richting zit, snap je? Ga jij naar school, volg jij een bepaalde richting. Zoek ook iemand die op die bepaalde richting zit. Jij kan niet kijken naar iemand anders die heel wat andere dingen doet. Dan maar ik zou niet echt een voorbeeld aanzetten. Een voorbeeld is niet verkeerd. Dan zou ik eerst zeggen van, ik moet mij focussen op mijn eigen doel. Op je eigen school, stap voor stap. Je kan niet nu denken van, nu huisje, boompje, beestje, auto, al die dingen. Maar het is niet van, het kan juist wel. Dat is die druk. Dat de maatschappij op je zet, het kan. Daarom hebben heel veel jonge mensen super veel druk, omdat ze steeds harder en harder moeten werken om dingen te behalen. Dat kan omdat het gewoon alles kan. In één keer. Je kan bijvoorbeeld, je kan verhalen wat jij wilt. Maakt niet uit welke diploma's, je haalt het op een. Ze willen dat je zo snel mogelijk behaalt, toch? Je zegt het kan. Kan je alles in één keer behalen? Je bent zelf, je bent 16 jaar, je maakt je HAVO af. Ja. 4 jaar lang doe je HBO, mm-hmm. Ben je 20 en je hebt je diploma, HBO, bachelor. Je kan 2 jaar doorstuderen, heb je uni. Ben je 2, zelf, je bent 22, je hebt je universiteit. Dat is gewoon dik, hè? Ja. Heb je dan wel die levenservaring? Nee, maar ik vraag je nu nog steeds. Je hebt me nog steeds antwoord gegeven, zeg maar. Alles in één keer, dat gaat toch niet? Nee, maar dat zeg ik niet. Ik zeg wat jij. Dat is toch ook niet in één keer? Niemand zei alles in één keer. Ik zeg gewoon, het is realistisch om dingen te behalen op bepaalde leeftijden. Dat geeft jongeren die druk. Klopt. En zien hun leeftijdsgenoten dingen behalen. Ja. Terwijl het voor hun misschien ook realistisch kan zijn. Maar hun bewandelen misschien een andere pad omdat ze studeren, wat dan ook, wat normaal is. Maar omdat het realistisch is, ga je nadenken van, is studeren wel waard of wat dan ook? Ja. Misschien moet ik toch gaan werken. Mm-hmm. Daardoor word je depressief. Je gaat heel veel dingen in je hoofd hebben, omdat je het gevoel hebt dat je langzaam gaat in het leven. Terwijl het leven is geen race, het is een marathon. Maar toch, soms wil je een soort van versnelling. Soms is het fijn om een kleine versnelling te hebben, zodat je weet waar je naartoe gaat. Ja, maar want een student weet uiteindelijk nog steeds niet waar hij naartoe gaat. Hij of zij naartoe gaat. De meeste niet. En studeren, heel veel mensen hebben uni afgemaakt. We weten niet wat ze doen. Het wordt niet aangenomen omdat ze hoogbegaafd zijn. Zijn te hoog gestudeerd. Te duur. Te duur. Hun startsalaris is al veel te hoog. Veel te hoog, klopt. Dat is die ding. Er is gewoon heel veel shit. Maatschappij gooit heel veel shit op jou. En dat is gewoon dat zorgt gewoon ervoor dat je die zelflof gewoon mis gewoon. Ja, het is. Omdat je bezig met veel dingen. Het is iets wat je elke dag wordt geconfronteerd. Het is ook iets wat je elke dag voor jezelf misschien in de spiegel moet kijken en zeggen van ja, maar je bent gewoon goed bezig. Het komt wel. Ja, dat helpt heel veel mensen. Voor heel veel mensen helpt het om gewoon in de spiegel te kijken en gewoon iets goeds over jezelf te zeggen. Mm-hmm.
Want er is ook wel iets van, zeg maar... Ik wil niet zeggen dat het bij alle vrouwen is en alle mannen, maar het is wel iets van... Als je jong bent, word je wel altijd gezegd gewoon als van, door de buitenwereld dat je goed bezig bent. Dat je dingen goed aan het doen bent. Maar als man raak je het wel snel kwijt als je ouder wordt, man. Dan heb je niet meer die support gewoon van snap je? Dat je goed bezig bent. Die kleine feedback gewoon, snap je wat ik bedoel? Je wordt constant onder druk gezet, ook op werk, als je werkt, zeg maar. Het is een mannenwereld. Je moet veel zelf uitzoeken. Ja, een man zal minder complimenten krijgen wat over feedback. Snap je? Maar ik vind dat ook gewoon goed. Een vrouw... Mm-hmm. Een man hoeft dat niet per se te... Is zo goed dat ja, te hebben... dat is weer die maatschappelijke gedachte maar kijk, dat je hebt. Waarom moet een man dat niet... Nee, een man moet het wel hebben, maar hij toch... Ik hoef niet... Op een gegeven moment hoeven we elkaar niet constant feedback te hoeven geven... om goed te kunnen werken of zo. Dat moet niet mijn drijf zijn of zo. Het is soms wel lekker. Mm-hmm. Ja, het gaat goed, maar ik weet ook dat het goed gaat. Maar wat je nu zegt, dat jij gewoon veel druk ervaart... Zal het niet lekker zijn als je dat wel even van iemand of mattie van je hebt... die je wel gewoon zegt van, hey bro, niet stressen, het komt wel, je bent gewoon goed bezig. Nee, dat is zeker waar. Maar ik dacht je bedoelde in een werkomgeving. Nee, maar ik bedoel ook hetzelfde met werkomgeving. Is ook waar jij ook bevindt, zeg maar. Hè? Jij werkt nu misschien niet constant omdat je op school zit. Maar kijk, maar je maakt net een vergelijk met man en vrouw. Maar ik denk dat we misschien, man en vrouw, sowieso met bijna alle dingen in hetzelfde bootje zitten. Sommige vrouwen krijgen helemaal geen complimenten. Vrouwen worden meest gediscrimineerd op de werkvloer dan mannen. Dat dus klopt. Als we daarover die vergelijking gaan pakken, dan hebben vrouwen het veel, veel slechter. Krijgen bijna geen complimenten. Als ze complimenten krijgen, is het misschien seksistisch of wat dan ook. Klopt, maar ja, je klopt. Dus klopt. Die vergelijking snap ik wel, maar als ik een vrouw moet opnemen, maak nou een man en vrouw dingetje van, dan hebben vrouwen op de werkvloer het zwaarste. Laat me het zo zeggen, jij krijgt in een werkomgeving is het wel vaak zo dat er minder vrouwen zijn dan zeg maar. Je werkt meer onder mannen, zeg maar, wat ik bedoel. Ja. Maar ik bedoel van als jij als man onder veel mannen zit. Die druk is anders. Als je snapt wat ik bedoel. Er is ook een ander soort bepaalde... Ik weet, bij vrouwen is het ook erger. Maar bij mannen is het ook... Hoe zeggen dat competitief is het gewoon ook gewoon... Snap wat ik bedoel? Er is competitie ook, zeg maar, snap je? Als man ook, zijn dat. Snap wat ik bedoel? Er wordt niet gegund. En ik weet, dat geldt ook voor vrouwen, zeker. Dan gaan we ook zeker eens een keer een vrouw bij zetten om daarover te praten. Ja, dan ik bedoel van als man, je leeft veel in competitie. En dat is ook die druk wat jij ervaart. Maar is ook de omgeving waar je in zit, hè? Dat hoeft niet per se zo te zijn. Want, nee, maar het hoeft nooit zo te zijn. Maar het is ook niet... In ieder geval, ik zelf persoonlijk maak het niet heel vaak mee. Overal waar ik gewerkt heb, stage heb gelopen... ben ik open armen ontvangen. En dat heb ik zie ik ook bij heel veel mensen. Dus die competitieve wereld... Mm-hmm. Dat heb ik alleen met sport meegemaakt of wat dan ook. Mm-hmm. Als je voor een topfunctie aan het strijden voor bent... Maar, ik snap wat je bedoelt. Dat is wat ik bedoel, toch? Uiteindelijk zoek je allemaal naar de top, toch? Ja, maar dan, als je dan nu op school zit, op school ben je iedereen is voor zichzelf bezig. Doe je nu stage, je bent gewoon voor jezelf bezig. Maar ik bedoel, en ik praat altijd zo voor de mensen die nog... Kijk, jij kan ook gewoon normaal gewoon je ding doen. Snap je, sommigen zijn ook gewoon blij met een beetje. Maar ik praat nu voor de mensen die nog harder willen gaan. Die sowieso, iedereen die nog harder willen gaan, maar ik bedoel gewoon... Niet per se harder, maar echt het beste voor zichzelf uithalen. Dat is uiteindelijk ook de podcast voor. Ja, maar sowieso... Dan kom je ook veel onder druk te staan. Snap je? Ja, maar ik bedoel van self-love... Mm-hmm. Gewoon die term self-love... Mm-hmm. Wat ik hiermee wil zeggen is voor ieder individu gewoon anders. Iedereen ervaart het anders. We kunnen wel zeggen, man, vrouw, dit... Nee, uiteindelijk ervaart iedereen het anders. Mm-hmm. Hoe jij het hebt ervaren is misschien heel anders hoe ik het heb ervaren... Zeg maar, bij sommige mensen is het niet van een bezwijk onder druk van de maatschappij. Want ook daardoor voelen ze zich kut of houden ze zich niet van zichzelf of zo. Sommige mensen kunnen ook gewoon door andere dingen, zeg maar, minder van zichzelf houden. Want ook omdat ze heel weinig in zichzelf investeren. Omdat ze, weet ik veel, met andere dingen gewoon in hun hoofd zitten. Ja. Dus het is een supergoed onderwerp. Maar er zijn heel veel aspecten... Ik bedoel, het is meer... We proberen hier, zeg maar, een conclusie uit te halen. Ja. Mogen mannen er meer
meer bij stilstaan betreft dat wij gewoon veel druk hebben. Daarom praten we erover. Snap je wat ik bedoel? Ja. Mogen wij hier meer over nadenken? Want onbewust mannen hebben echt veel druk. Kijk, als je jong bent, is het allemaal alles goed. En, snap je? Ja. Maar word je ouder, wordt veel van je gevraagd. De druk van de buitenwereld. En ook gewoon druk van als je in een relatie komt. En natuurlijk, kijk, het komt van beide kanten. Uiteindelijk moet er geen druk zijn als je in een relatie zit. Maar er zijn ook heel veel vrouwen die dat niet zien, zeg maar, qua dat het van beide kanten moet komen, zeg maar. Snap je? Ja, als we daar en dat is gaan. Iets waar je iets een beetje van iedereen meer bewust van moet zijn. Want er is best wel veel druk voor mannen, vind ik, man. Snap je? Ja. Er is als we pakken dus nu gewoon mannen erbij. Er is natuurlijk heel veel druk voor mannen, omdat het gewoon mannenwereld is. Mm-hmm. Maar ik weet niet, man. Ik denk toch uiteindelijk het meeste druk is er voor vrouwen. Ja? De meeste druk is voor vrouwen. Ja, dat geloof ik ook wel. In alle landen. Dat vrouwen zijn worden nog steeds gezien als tweederangs burger. Dus ja, klopt. Dan hebben de meeste druk. Dat geloof ik ook wel. Maar druk onder mannen, omdat het mannenwereld is. En mannen zijn, willen haantjes zijn. Dat is de druk van de mannen. Mannen willen gewoon haantjes zijn. Dat is, zeg maar, dat is de druk van de mannen. En je hoeft niet eens per se in de druk mee te gaan. Maar al is het bijna onvermijdelijk. Ja, want dat is dat. Is bijna onze vraag. Ze vragen gewoon heel veel. Vooral de maatschappij vraagt heel veel van jou. En dat zorgt ervoor dat mensen misschien in een kut dip zitten. Ze denken van, what the fuck. Het is misschien te veel voor mij. Want wat hetzelfde, want ik lees het ook gewoon vaak gewoon van. Depressie. Het is iets waar je bijna nooit bij een man over kan praten, eigenlijk, man. Depressie, wat is dat? Als een man zegt, ik ben depressief, dan fuck hem met je. Maar dat is, weet je, dat is je ding, kijk. Dat is die man. Luister dan. Ja. Wel, als een man, dan moet daar sowieso veel meer over praten. Vooral als black man moet daar gewoon. Maar we praten sowieso over mannen. Want we kunnen niet praten over vrouwen. We weten de druk die vrouwen ervaren. Dat weten. Nee, sowieso. Dus we houden, het perspectief is wat wij meemaken. Ja, als mannen moeten sowieso over deze onderwerpen. Mm-hmm. Onderling gewoon als vrienden zijn er gewoon veel meer over praten. Zeg maar, jezelf open voorstellen. Zelf iemand is aan het kraaien bij jou, bro, moet je gewoon. Kan je niet lachen? Ik zeg eerlijk zo. Dan kan je niet gaan lachen. Weet je toch? Kan je niet. Het is gewoon mensen raken in een soort van awkward stand of zo. Denk wat de fuck is dit? Bro, man daar is aan het kraaien. Vraag hem hoe het met hem gaat. Waarom praat hij? En nu je zei me gewoon over dat je best wel druk ervaart. Ik heb gemerkt, het wel. Je ervaart best wel druk, dat zeg maar. Heb je iemand waar je echt mee praat, dan zeg ik? Heb je iemand waar je daar echt mee praat, zeg maar? Maar ik ervaar niet zo. Ik ervaar schooldruk. Omdat ik studeer. Ook druk in het leven. Je hebt gelijk. Dat is druk. Of ik ermee praat. Soms praat ik ermee. Maar meestal praat je ermee met mensen die hetzelfde hebben. Denk van, oh fuck. Als niemand. Er zijn misschien heel veel mensen die hetzelfde hebben, maar niemand praat erover. Hoe ga je dan met elkaar over praten? Nee, maar kijk, hoe kom je erachter met wie je erover kan praten? Nee, maar het is pas ik ga het pas bespreken als ik daardoor depressief word. Want druk hoort sowieso in het leven. Ja, maar depressief is dan ben je te laat, toch? Nee, dat is zelf. Nee, depressief, dat is de zelfloof. Zodra je depressief wordt, heb je geen zelflof meer. Dan hou je niet van jezelf. Ja, en die drukte zorgt niet van. Zorgt in ieder geval dat. Ik ga die link even zetten. De drukte, schooldrukte of in ieder geval werkdrukte. Mm-hmm. Voor mij, in ieder geval voor mij, op dit moment, mm-hmm. is niet van. Soms denk ik van, oh kut, ik moet. Daar word ik op een beetje depressief van. Dan is het wel van, oké, ik bezwijk van die drukte. Maar als het gewoon neutraal is, gewoon rustig, en het is gewoon gezond druk. Want je hebt ook gewoon gezonde druk. Dan is het niet waard om te bespreken met iemand. Voor zelfs, weet je. Dan moet je gewoon mee omleren. Zo. Maar ik bedoel van de momenten dat je die druk voelt, moet het ook gewoon kunnen zijn dat je gewoon met iemand daarover kan praten, toch, Asma? Dat kan. Gewoon normaal gesprek. Tijdens eentje, ik heb druk met school. Dan heb je gewoon een normaal gesprek. Maar als je dieper op in wil gaan. Dus ik zou pas een gesprek aan starten met iemand daarover. Als ik echt aan bezwijk. Dat het gewoon mijn geluk aan het tasten is. Heb je het niet meegemaakt?
Ik heb dat wel eens meegemaakt. En? Pas geleden nog. Ik heb gewoon met iemand daarover gesproken. Mm-hmm. En toen dacht ik van, weet je wat? Ik heb te veel aan mijn hoofd. Ik ga naar de church, man. Ja, bro. Ik ging naar de church. Ik ging daar mijn dingen. Want ik ga niet meer zo vaak. Weet je, op een gegeven moment ga ik niet meer zo vaak naar de church. Mm-hmm. Als vroeger, maar ik moest eventjes even helder worden in mijn hoofd, man. Even preën. Op een gegeven moment dacht ik van, oké, man, nu gaat het weer. Ik krijg een soort van energie. Daar heb ik mijn energie vandaan. Het is die vibes ook gewoon die je in de church krijgt, man, bro. Het geeft je die rust gewoon, zeg maar. Het is even naar buiten stappen, zeg maar. Even naar buiten, precies. Van de maatschappij, zeker, man. Dat heeft voor mij dit keer geholpen. En je zei, je hebt ook met iemand gesproken. Ja, met... Ja, je hoeft niet te zeggen tegen met wie, maar... Ja, ik heb gewoon met iemand gesproken. Ze voelde gewoon... energie was gewoon... Mijn vriendin had het hierover gehad. Ja. Ze voelde gewoon... mijn energie was off, toch? Ja. Toen zei ik gewoon, joh, ik heb stress, man. Ja. Door school, vooral door school. Mm-hmm. Want, weet toch... de shit... Weet toch, ik stress me gewoon. Ik geef me gewoon te veel druk. Ja. Gewoon... Plus... Je moet werken, je moet dingen... We moeten nu al heel veel, superveel dingen betalen, gewoon. Heel veel. Mm-hmm. Ik bijvoorbeeld als student... Ja, ik heb nog niet geen 9 tot 5 baan of zoiets. Of ja. Ik verdien geen 2,5k of zoiets. Ja. En dan, maar ik heb wel hoge kosten soms. Maar ik werk wel gewoon. Nee, ik maak gewoon die money, weet je toch? Zo. Don't get it fucked up. Maar het is gewoon fucked up, man, bro. Mm-hmm. Je hebt geen rust in je leven, bro. Achterna gezeten door alles, man. Daarom, als man zei, dat is dat gewoon fucked up. En als het niet je vriendin was, met wie zou je praten? Met gewoon vrienden. Ik zeg eerlijk, ik praat gewoon niet over shit en zo. Ik praat hier heel vaak. Mm-hmm. Meestal ben ik degene waar iemand daarover praat. Daar ben ik gewoon open voor. Degene waar ze naartoe gaan. Ja, gewoon. Dat gebeurt niet. Dat is niet afgesproken. Ja, gebeurt gewoon. Die dingen hebben gebeurd. Wanneer je gewoon gaat eten of zo, en dan opeens ga je heel diep gesprek voeren. Mm-hmm. En dan lijkt het gewoon, sommige gesprekken zijn gewoon zo diep. Dat gewoon, je hoort gewoon niks, hè. Al ben je in een drukke plek aan het eten of zo. Je hoort gewoon niks, maar je hoort alleen die stem. Je focust gewoon op elkaar en zo. Cool. Dan weet je, oké, we zijn nu echt diep in gesprek. Cool. Serieus gesprek aan het voeren. Zodra je niks anders hoort dan diegene stem. Mm-hmm. En diegene hoort alleen jouw stem, dan weet je, oké, bam. Ja. Dit is gewoon die bonding gesprek, toch? Ik hoor je. Dus die voel je soms. Ja, die voel je gewoon soms. Vraag je voor jou dan. Heb jij het af en toe zulke gesprekken? Met ja, zeker. Anderen? Vaak. Vaker. Ja, ik praat vooral veel met mijn vriend, met Diamond. Mm-hmm. Met hem bespreek ik eigenlijk wel alles met hem vooral. En ik merk voor mezelf ook dat het opschrijven helpt ook. En dan kan ik het makkelijker verwoorden. Oh, okay. Goeie. Ja, man, bro. Dus is vooral met je vriendin en buiten je vriendin. Omdat ik toevallig gewoon nu sinds kort gewoon een vriendin heb. Mm-hmm. Maar daarvoor deed ik gewoon met mijn vrienden, gewoon goede vrienden. Ja. Niet zomaar vrienden. Dat moet echt broeders zijn, als ik zo'n gesprek voel. Want ik heb het gevoel, hoe zeg je dat? Jij gaat pas ook dat gesprek aangaan, wat je zegt, het gebeurt spontaan, hè? Ja. Maar jij gaat pas dat gesprek vaak ook aangaan wanneer je gewoon emotioneel jezelf toelaat, zeg maar. Ja, maar soms voel je ook gewoon iemand, als je niet lekker, je voelt gewoon, hey, fuck, bro, hoe gaat het eigenlijk met jou, man? Vertel eens gewoon, en dan komt vanzelf eruit. Als je broeders bent, dan komt vanzelf eruit. Ja, want wat ik zelf gewoon, ik ben altijd wel zo geweest, ik praat wel gewoon over zulke topics. Snap je? Ik praat wel altijd over zulke topics, zeg maar. Hoe zeg je dat? Ik ben wel geneigd sneller zulke topics te beginnen. Ik niet per se over depressie, want praten over mijn echt problemen, zeg maar. Praat ik niet per se over. Maar ja, gewoon tegenslagen, man. Tegenslagen of wat dingen beter kan. En wat de struikelblokken zijn, zeg maar. Maar waarom praat je niet over die echte problemen? Ja, dat is die ding, man. Dat is gewoon die hoe zeg je dat? Die druk als man, zeg maar. Jezelf kwetsbaar opstellen. Kwetsbaar opstellen. Dat is sowieso iets wat ik echt niet... hoe zeg je dat? Ik kan van mezelf zeggen, ik ben gewoon echt een emotionele guy, zeg maar. Ja. Geen goofy, maar hoe zeg je dat? Ik kan...
Ik kan mezelf gewoon heel makkelijk uiten. Ik kan mezelf heel makkelijk uiten. Dus eigenlijk toon jij gewoon kwetsbaarheid, maar je wil niet te diep op ingaan. Nooit. Ik zal nooit... Want hoe zeggen dat ik weet altijd mijn eigen antwoorden? Hoe zeggen dat ik me altijd... Ik weet altijd wel mijn eigen antwoorden. Je bent je eigen meester of zo? Je bent mijn eigen vader. Dat is wat ze zeiden toch? Dat is wat ze zeggen toch? Ja. Je eigen vader. Maar dat is die ding. Dat is, soms, misschien is het toch wel... Het is zo. Verstandig om, of een goed idee... Om iemand te kunnen vinden die, waar je echt alles mee bespreekt, maar net niet die dingen. Ja, maar dat is wat ik doe, gewoon zeg maar. Vaak is het de dingen. Het praten met een ander is niet per se dat jij daaruit je antwoorden haalt. Het is meer dat je daaruit die bevestiging krijgt. Vaak weet je het al. Ik vind het niet, man. Want jouw antwoorden kunnen niet hetzelfde antwoorden zijn. Kan kunnen heel verschillend zijn. Ja, klopt. Maar soms denk je, het is misschien dit en dit. Soms heb je al een antwoord, maar heb je nog niet gekeken naar de andere mogelijkheden. 9 van de 10 keer weet je eigen antwoorden wel. Als het gewoon echt dingen zijn die al vaststaan. Ja, tuurlijk. Maar soms 9 van de 10 keer weet je eigen antwoorden. Ja. Je weet dat je gewoon, snap je, je moet even die bevestiging van de ander hebben van... Rustig aan. Je doet gewoon je ding. Alles komt met de tijd. Jij weet dat ook wel. Ik kan het jou ook wel zeggen. Maar het is gewoon van, dat is belangrijk. Je hoeft niet diep op gesprekken in te gaan meestal. Het is meer gewoon van het bevestiging van een ander. Gewoon de dingen van je chest halen. Dat is al genoeg. Zeg maar. Dat is al genoeg. Maar als je denkt in een probleem. Dat is dan wat ik zeg. Die antwoord hoeft niet altijd zelf te zijn. Misschien denk je in het probleem. En is je antwoord ook het probleem. Terwijl jouw waarmee je praat. Denk in een oplossing. En zijn antwoord zou een oplossing zijn. Dat bedoel? Ja, zeker. Zou het antwoord hetzelfde anders zijn. Misschien voor jou weegt de antwoord zo. Hij ziet de antwoord heel anders. Terwijl hij misschien wel antwoord op je vraag geeft. Uiteindelijk. Mm-hmm. Maar wel op een hele positieve manier. Ja. En gewoon jou, zeg maar, jou verder heeft laten nadenken. Het is altijd goed als iemand jou een antwoord kan geven. Maar vaak is het wel gewoon zo. De antwoorden weet je al. Maar het is dat praten, het is gewoon die bevestiging ook gewoon krijgen, gewoon, zeg maar. En dat is gewoon, het lijkt niet veel. Maar gewoon door jezelf gewoon een beetje te uiten door een bepaalde manier wat jij hebt gedaan met je vriendin. Gewoon even die rust kan krijgen dat iemand gewoon ook gewoon weet van waar je doorheen gaat. En ze kan je daar ook gewoon een beetje mee helpen, zeg maar. Ja, maar als iemand de bevestiging geeft, geeft hij niet zijn eigen mening. Ik vind het wel fijn als iemand ook zijn eigen mening over doet. Mening zeker. Ik voel juist zijn mening, anders ben ik niet met hem. Ik wil weten wat hij gaat zeggen en wat hij vindt. Ik wil niet, bevestiging klinkt voor mij van, je hebt gelijk. Het is niet dat ik zoek naar een bevestiging, dat je zoekt naar een bevestiging. Maar ik bedoel van... Als iemand zegt dat hij heel veel druk ervaart op school... of heel veel druk ervaart van de buitenwereld... omdat hij veel van naar de buitenwereld kijkt. Snap je? En iemand zegt tegen jou van... Hey, rustig aan, alles met de tijd. Ja, dat is een bevestiging. Gewoon van, dat, je weet het ook wel, maar het is gewoon even dat andere antwoord krijgen, zeg maar. Je denkt heel snel toch, je wilt snel dingen bereiken en hij is rustig, maar alles op zijn tijd. En zelf voor, ik zou zeggen, waarom denk je eigenlijk zo? En dan zeg je, ik zie heel veel mensen dit en dit bereiken. En dan zeg je, mag ik even dit voor zien dan? Ja. Dan zie ik je abonnees, ik volg allemaal influencers, allemaal mensen die allemaal miljonair zijn. En dan zeg ik, kijk, daarom voel je zo. Dan ga ik even omvolgen voor jou. Klopt. En dan ga ik kijken hoe je deze maand... jouw dingen gaat doen, misschien ga je gelukkiger voelen. Dus dat denk ik in oplossingen. Want... Dan is het mooi als mensen je ook echt oplossingen kunnen geven. Ja, want nu ben je, natuurlijk ben je, denk je aan fast life. Want je ziet allemaal mensen die het fast life leven. Klopt. En die volg jij gewoon elke dag. Als je even al die mensen verwijdert of unfollowt of wat dan ook. Ja. Kijk hoe je geluk beter gaat worden. Klopt, man. Sowieso, man. Dat is die ding. Je kan sowieso niet van naar de buitenwereld kijken. Dus dat is die ding, man. Je moet wel altijd, dat is wel die ding, man, bro. Ah, want als iemand tegen mij zegt, als iemand tegen mij zegt, maar je moet gewoon alles op de tijd, alles komt goed, je moet niet voor letten op anderen. Mm-hmm. Dan ga je nog steeds doen. Maar als hij actief een oplossing voor jou zoekt en actief gewoon jou helpt met het oplossen van jouw probleem wellicht... Ja, maar zulke mensen moet je hebben, dan is het wel gewoon beter, vind ik. Zulke mensen moet je hebben, maar als iemand jou de oplossing kan geven, is goed. Maar ik bedoel van, laat ik het zo zeggen, er zijn ook mensen die denken, jongens die denken... je gaat met iemand praten omdat je dan pas... Waarom zou je met iemand praten?
Ja. Hij gaat me toch geen oplossing geven. Ja. Het hoeft niet altijd een oplossing te zijn. Het kan af en toe ook gewoon zijn die bevestiging. Of ja, die bevestiging is ook soms goed, hè? Dat is wat ik zeg. Zelf, je hebt iets fucked ups gedaan. Je hoeft niet altijd op... Snap je? Mensen denken meestal van... Ah, niemand gaat me die oplossing geven. Waarom zou ik praten? Nee, veel mannen denken zo, snap je? Niemand gaat mij uit mijn shit halen. Waarom zou ik daarvoor praten? Ja. Het is gewoon van... Misschien dat jij met diegene praat... En hij zit misschien ook in die shit. Dan denk ik, ik ben niet de enige die fucked up. Maar kijk, ik kan me niet uit die shit halen, ik zit in de shit, bla bla. Ja. Stel voor, je praat met hem, je wordt aan die bevestigd. Hij zegt, ja, maar klopt, maar je moet positief zijn, komt goed. Wat, dat is een shitty antwoord. Dit en dat kent iemand, hij kan jou helpen met dit en zo. Ik ga een keertje met jou langs naar. Dat zijn die cliché-antwoorden dat je denkt. Bevestiging is we niet zeggen die cliché-antwoorden van gewoon doorgaan. Je gaat gewoon bro. Ik bedoel gewoon van iemand anders kan je ook gewoon een bevestiging geven waar je echt wat aan hebt. Ja, maar die bevestiging is altijd... Het hoeft niet altijd cliché te zijn. Dat zijn die cliché antwoorden. Bevestig dan... we combineren samen. Bevestiging is altijd goed. Nu ga ik je helpen met de oplossing. Zeker, als iemand je kan helpen in de oplossing, stop. En vaak... Stop. Veel mensen denken, ik hoef toch niet naar iemand te gaan... omdat hij me toch geen antwoord kan geven. Of de oplossing kan geven. Ja, maar het hoeft niet altijd oplossing te zijn. Ik bedoel, van die eerste stap is al... Waarom ze het niet willen doen, is omdat ze alleen denken van... hij gaat me niet geven. Maar nou, veel mensen denken ook van... ik wil iemand niet brengen last van mijn shit. Ook. Dus denk ik, voel mensen niet lastig van mijn shit. Niet van, hij kan me niet aan mijn shit halen. Dat is misschien wel gewoon een fact. Mm-hmm. Maar hij wordt gewoon niet iemand belasten met zijn problemen of wat dan ook. Terwijl iemand misschien gewoon open staat om hem aan te horen en misschien te helpen met waar het nodig is. Zeker, man. Daarom zijn die gesprekken super belangrijk om te voeren met degene die je vertrouwt. Misschien is het lastig, hè? Geef mensen altijd lastig, maar neem die stap nog een keertje. En dat is gewoon ook een groot stap beter zelflof. Want voor de mensen die nou in een dip zitten... of niet van het gevoel hebben dat ze het niet echt van zichzelf houden... Ja. Wat voor tips zou je geven als ze in dit soort gelijke situatie zich in bevinden? Ja, als man, maakt niet uit of je man of vrouw bent, bro. Je mag praten, man. Je mag best wel met iemand praten. Dat mag. Je mag jezelf uiten. Sommigen vinden het goofy, snap je? Een beetje praten met iemand. Het hoeft niet dat je hoeft te huilen bij iemand. Ja. Snap je? Überhaupt al gewoon dat gesprek in plaats van praten over bullshit die je niet toe doet. Praat even over hoe gaat het met je. Snap je? Lukt het op school? Zulke dingen. Want mannen zijn al geneigd vaak om over domme shit te praten. Ik zeg eerlijk, zo'n gesprek kan gewoon iemands dag helemaal maken. Dus... Ja, dat is verleiding. Dat is even verleiding. Even weg van iets, van de stress. Snap je? Ja, gewoon maar je kan niet altijd alleen maar weg van de stress. Niet eens weg van de stress. Gewoon, I do matter. Zeg maar, mensen zijn echt geïnteresseerd in mij. Ja, zeker. Ik ben een persoon, ik word gezien. Snap je, dat is het. Gewoon wanneer iemand wel gewoon... Maar daarom, ik vraag ook altijd aan mijn homies hoe het echt met ze gaat. Ja. Snap je? Ik ga ook echt gewoon vragen van wat je doet. Ja, precies. Snap je? Zo maak je iemand zijn dag helemaal. Snap je? Ik vraag echt wat je doet. Als ik weet dat jij naar school gaat, ik vraag echt wat jij op school doet. Ja. Als ik weet dat jij werkt, ik vraag je echt van wat doe je op werk. Ja. En ik probeer altijd wel het beste uit jezelf te halen. Ja. Ik vraag je altijd gewoon van waar je mee bezig bent. Dat is hoe ik ben. Ja. Dat is gewoon hoe ik ben, bro. Ik weet niet eens waarom. Af en toe kan het ook random zijn terwijl je gewoon funny shit aan het doen bent. En je begint daarover. Dat is hoe ik ben. En dat mag best wel. Ik heb één mattie waar ik wel gewoon altijd wel... als ik met hem praat, is het alleen maar over level up. Alleen maar over level up. Waar is hij mee bezig? Wat willen we nu gaan bouwen? Wat zoeken we nu? Snap je? Het is alleen maar op level up. En ik vind dat je af en toe ook, hoe zeg je dat, interesse in elkaar mag hebben. Sommige vrienden hebben niet eens echt interesse in elkaar, zeg maar. Ja. Snap je wat ik bedoel? En dat is niet gay of zo, hè. Interesse hebben in je mat is belangrijk. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Nee, maar ik bedoel interesse gewoon van... Snap je wel? Vraag van, hoe gaat het? Of
Net als Diamond, hij is DJ. Hey bro, hoe gaat het? Is het lekker gegaan? Wat zijn je volgende plannen? Zulke dingen is interesse. Zo stimuleer je ook iemand om te denken van... Hey, vraag me, wat is mijn volgende plan? Misschien moet ik denken aan mijn volgende plan. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dat is gewoon die interesse op tonen, zeg maar. Snap je? En dat is denk ik ook... Dat is ook self-love. Dat zijn ook de vragen die je gaat stellen. Bij jezelf, als je dat bij jezelf stelt. Als je ook daarmee zelf bezig bent... Dan ga je ook anderen stimuleren dat te doen, man, bro. Ja, sowieso self-love. We kunnen het niet... op één topic zet. Zelflove zijn heel veel verschillende dingen. Dat is één van de punten van zelflove. Zo, uiteindelijk is zelflove gewoon... op heel veel verschillende manieren van jezelf zeker, man. Houden. En investeren in jezelf. Jezelf soms op één kunnen zetten. Als eerste zetten. Want ja, je kan ook bijvoorbeeld... wat ik net al zei met het... Sommige oude mensen... hebben heel veel dingen in hun leven gedaan... waardoor ze gewoon super gelukkig zijn. Zoals gewoon reizen en zo. Dus mocht jij jezelf willen leren kennen... op andere punten of zo... en een reis is bijvoorbeeld... een van de dingen die je moet doen... dan zou ik zeggen gewoon... doe die shit gewoon. Ja, man. Ga gewoon op reis. Ga gewoon een lekker wereldreis. Al als je die als je financieel gewoon daarvoor te doet... moet je dat gewoon doen. Snap je? Bro, dat mag, man, bro. Je mag echt even voor jezelf gewoon genieten, man. Geniet. Lekker genieten. Als je die genot uit je vrienden haalt, moet je gewoon heel vaak met je vrienden chillen. Als je die genot uit vakantie haalt, moet je gewoon vakantie gaan. Als je die genot houdt van je hobby's en wat dan ook, moet je lekker je hobby's gaan uitvoeren. Dus zelflof is super belangrijk. Per persoon is natuurlijk anders, maar super belangrijk. Stel jezelf altijd gewoon op. Je bent een persoon. Je wordt herkend. Je bent niet een nummer. Mensen weten van je bestaan. Dus mocht je in depressie zitten of wat dan ook... Iedereen is het waard, Je bent het waard. Dus je bent niet iemand... Je bent niet onmisbaar. We missen je. Je bent er. We zien je. Maar bro, je bent het waard, man. Je bent zeker waard. Veel mensen... Als man zijnde, je bent het waard. Veel mensen bezwijken van heel die druk en denken dat ze niks waard zijn. Die vrouwtje je afgewezen? Maakt niet uit, jij bent het waard. Je bent een kanjer. Kijken naar haar. Zij moet opzouten. Zij moet opzouten. Let op jezelf, je gaat lekker. Geen druk, gewoon je ding blijven doen. Lekker blijven peddelen, man. Dat is belangrijk. Ja, geen druk van anderen. Doe dingetjes die je misschien die je nog nooit hebt gedaan of zo. En ik zeg je eerlijk, heb je matties waar je zeg je dat niet over bepaalde dingen kan praten? Ik snap, er zijn bepaalde mensen waar je wel met iets over kan praten. Maar dat is die vraag, dat is die ding ook. Je moet ook je vrienden weten uit te kiezen. Ja, maar nee, dat is ook gewoon een ding. Misschien zijn... Jij denkt dat ze... Je hebt het gevoel dat... Dat je niet bij hun daarover kan praten. Ja, maar vaak is het wel zo. Vaak misschien is het wel zo. Dan moet je natuurlijk... Proberen, man. Maar ik bedoel van... Als jij de druk voelt dat je niet over kan praten... Als jij bang bent om met hem daarover te praten... Dan is het niet echt... Dan is het je echt niet. Nee, dat is niet de schuld van je mat, zou ik zeggen. Want het kan ook jouw eigen schuld zijn. Dat is jouw eigen angst. Ja, als jij bang bent om niet met mij te praten... Terwijl ik open sta... Broer, er is ook gewoon... Er zijn ook gewoon sommigen ook met een reden. Sommigen misschien gewoon van... Ik durf niet met jou daarover te praten... Omdat jij altijd mannen afkraakt. Snap wat ik bedoel? Mannen afkraakt met maar je snapt wat ik bedoel, toch? Of afkraakt. Ik snap wat je bedoelt. Maar waarom ben je bang om daarover te... Het hoeft niet aan mij te liggen. Het ligt misschien aan je mattie, maar het ligt sowieso altijd aan jezelf. Daar heb je gewoon een verkeerde mattie. Tenminste, vrienden zijn altijd in bepaalde categorieën. Je hebt een vriend waarmee je chillt, je hebt vrienden waarmee je altijd bent. Misschien moet je meer vrienden zoeken waar je echt gewoon die band hebt. Waar je wel echt over mee kan praten. Want die moet je ook hebben. Je kan niet alleen maar vrienden hebben waar je alleen maar kan zien in een club en zo. Zulke dingen, snap je? Maar term vrienden, dat is juist... Als je term vrienden zet...
Ja, vrienden is ook een groot woord tegenwoordig. Ja, broer, maar als je is groot woord. Als, ja, laat ik zeggen, praat met familie, je broeders. Man. Praat met je vriend die je broeders noemt. Mm-hmm. Met hem moet je gewoon dat kunnen voeren, vind ik. Al denk je van, met hem kan het niet. Ja. Dat is juist het ding. Soms doen mensen, andere mensen, oh, ze hebben al een beeld voor gewoon, ze hebben gewoon een beeld al voor iemand anders. Maar je weet toch, al ken je al 10, 20 jaar of zo. Ja. Al krijgt hij altijd mensen af. Misschien is hij één op één in zo'n gesprek heel anders. Heel anders. Leer je hem ook gewoon goed kennen. Daarom zou ik nog zeggen, probeer het gewoon. Als je het gevoel hebt, ik moet het kwijt aan een persoon op die moment. Mm-hmm. Het kan niet anders, ik heb het te lang gedragen. Dan zou ik zeggen, gewoon, gooi het gewoon uit. Praat erover, man. Want je kan niet in die dip blijven, man. Je moet door. Want die gesprekken, door wat ik net ook zei, die gesprekken ontstaan gewoon uit een energie gewoon. Je voelt gewoon bam. Diegene waarmee je gaat praten, van, moet het altijd uit die energie komen? Dat is wanneer we, net als, ik ben misschien dip, jij bent ook misschien dip. En dan nee, niet is dat. Gewoon, niemand is dip. Jij bent dip en je kan niet meer, je kan het niet meer inhouden. En je bent al met iemand al aan het praten, één op één. Het hoeft niet altijd spontaan te zijn, toch? Want spontaan moet het zijn, dus jij moet wachten op dat spontane moment. Nee, moet je spontaan. Jij mag ook gewoon zelf op afgaan. Je kan ook iemand een keer vragen van, hey, wil je spreken? Ik wil een gesprek met jou voeren, gewoon bla bla. Dat kan ook. Maar we hadden net over dat mensen het niet durven. Klopt. Omdat ze er bang zijn dat ze afgekraakt worden door een van hun vrienden. Terwijl het misschien niet het geval hoeft te zijn. Klopt. Zeker, man. Soms kan je gewoon, je moet niet bang. Voor zo'n gesprek moet je gewoon niet bang zijn. Ja, man. Ik snap dat het natuurlijk eng is en zo, maar anders gaat het alleen maar zwaarder wegen op jezelf. Het gaat alleen zwaarder wegen voor jezelf, man. Er zijn genoeg mensen die om je geven, zou ik dat zo zeggen. Daarom. Er zijn genoeg mensen, man. En breakdown. Je zei dat je, heb je eens een keer een breakdown gehad? Breakdown. Weet je nog in Portugal? Wat een breakdown? Ik had een breakdown. Zodra ik had even een mental breakdown. Ja, af en toe moet hij er ook zijn, weet je. Ja, maar wat was er gebeurd? Nou, hij was gewoon mental breakdown, toch? Kwayamu, door... Gewoon trots. Gewoon trots. Trots? Ja, ik was trots op iemand. Je was trots op iemand, op Diamond? Ja, als je keek van hoe ver we kwamen. Toen was ook gewoon in een dronken bui, hoor. Ja. Maar was wel echt te worden. Maar daardoor word je soms nog emoties sterker, toch? Mm-hmm. Ja, man. Zeker, man. Toen kwamen tranen eruit, hoor. Ja? Als een bitch ging krijgen, bro. Dat is mooi, man. Ging als een bitch krijgen, dat is mooi, nog man. Bijna snotsen. Was dat de laatste keer dat je hebt gehad? Ja, zo heftig wel, man. Ja? Wanneer heb je voor het laatst gehad? Ik? Ja. Die bruiloft, man. Maar daarvoor, bruiloft, wat zeg ik. Die begrafenis, maar okay. Daarvoor, bro, weten, man. Daarvoor weten, man. Ik zeg je eerlijk, man. Huilen. Soms huilen goed, huilen is man. Goed, man. Ik zeg eerlijk. Ik huil, maar dat zijn gewoon door sommige films, toch? Ja, ik kijk vaak naar zielig. Lachen, maar ik... Nee, niet van lachen, bro. Hoe is sommige films? Sommige films zijn zielig, bro. Ik krijg tranen, maar ik huil. Dat is niet ja, echt huilen. Gewoon. Ja, maar dat is niet die huilen. Nee, dat is niet die emoties, huilen. Zeg maar. Echt, nee. Zeg dat is niet die huilen van je... Uit je ziel, zeg maar. Ja, dat is echt gewoon die huilen even. Het is niet diep genoeg, zeg maar. Dat is gewoon die tranen die achtergebleven zijn. Vorige week of zo. Ik dacht gewoon. Weet je, laat me gewoon proberen te huilen of zo, weet je toch? Gewoon laat me proberen te huilen. Bro, lukt niet, bro. Hoe doen mensen dat, bro? Ik zeg je eerlijk, één keer in de twee weken moet ik huilen. Anders dan word ik chagrijnig. Dat is die ding. Dat is zo stom. Ik denk dat het echt belangrijk is. Ik denk dat je ook gelijk. Want toen ik als een bitch moest huilen in Portugal. Ja. Ik voelde me super licht. Ik dacht, alle emoties van heel het jaar, alles eruit. Je hebt alles gegeven. Dus de laatste dag, want ik al zei, ik had druk toch. Ik raakte een depressie en zo bijna. En ik dacht, what the fuck, leven, wat is met leven, bro? Ik wou kraaien, bro, dat ging niet, bro. Het ging niet. Bro. Ja, bro, gaat niet, bro. Is gek, man. Ik wou nog forceren, bro. Is gek, man. Ik zeg je eerlijk, man, bro. Huilen, ja, bro. Huilen is echt goed. Huilen is misschien ook een goede redmiddel. Terwijl je vaak gewoon wel het gevoel hebt dat je wilt huilen. Maar ja, vooral wat je zei, in de mannenwereld, wij huilen heel weinig, toch? Maar je hebt misschien wel vaak het gevoel dat je wilt huilen, ja, maar bro, het gaat niet.
Mannen wil, we huilen heel veel. Of jouw ziel lacht je uit, zeg maar, wil je huilen? Ben je gek? Ja. Maar hoe vaak is het tegen jullie gezegd, van niet huilen, doorgaan. Ja. Maar dat is het, dat pakt je. Bro, heel mijn leven. Vrouwen huilen constant gewoon. Zo gewoon op rare dingen. Het is gewoon goed, hè. Het is lekker, hè. Bro, het is gewoon lekker. Het is gewoon lekker, volgens mij is het lekker, hè. Ja, allee, ik, gewoon... zeg, ik moet één keer in de twee weken moet ik echt huilen. Dat is goeie, man. Ik zeg je eerlijk. Maar wat je net zei, is wel echt waar. We hebben echt vaak ook we hebben echt vaak gehoord van niet huilen, om huil je. Bro, waarom? Bro, altijd, man. Maar zelf, ik zou dat zelf ook nu zeggen, gewoon omdat ik daar moet heb aangelegd. Moet wel. Aan een beetje ik zou zeggen, ik zou niet, kijk, niet uit een serieus gesprek, als ik een man zie huilen, een volwassen man zie huilen, zou ik niet zeggen waarom hel je. Maar als ik een kind zie huilen, zou ik wel zeggen waarom hel je. En dat heb je van kind af aan meegekregen. Ja. Die kinderen kregen altijd te horen van waarom hel je, waarom hel je. Moet ik je even ophuilen. Daarom is een vrouw echt belangrijk, denk ik, man. De goede vrouw is belangrijk, man. Jongens, voor wat? Ja, voor zulke situaties, zeg maar. Dat je jezelf kan uiten. Want je, in de samenleving als man kan je nergens jezelf uiten. Ja, ik zou niet per se dan een goede zeggen dat je daarvoor een vrouw nodig hebt. Maar je moet gewoon kunnen huilen. Nee, ja. Maar voor de mensen die zeg maar niet specifiek ingaan op die self-love. Een vrouw die mensen is een moeilijk... factor. Een vrouw is wel een factor als je op een bepaald punt komt. Mannen is het vaak moeilijk om bij elkaar... Toen praat niet speciaal van huilen, maar gewoon elkaar te uiten en al die dingen. Maar weet je het grappige is? Wel weet je het grappige is? Mannen huilen vaker bij elkaar dan bij een vrouw, hè? Ja, is dat bewezen? Mannen huilen vaak. Een groep mannen, hechte mannen. Je zou zeggen broeders. En zouden vaker bij elkaar huilen. Maar kijk, niet dat je van... Vooral wanneer je ouder wordt, hè? Gebeurt dat vaker. Niet dat je van... dit is een vriend van mij. Een groep hechte mannen. Vooral wanneer je 30 bent, vooral die man, die categorie 30, 40, dan huilen vaker bij elkaar dan bij een vrouw, hoor. Samen in een groep een beetje praten en dan praten over, weet ik veel, als je op die leeftijd bent, weer op een andere levensfase, over die problemen en wat dan ook. En dan, dat weet ik niet, man. Ja, man, self-love. Self-love. Self-love, man. Ja, man. Wat zou je zeggen tegen de kijkers, toch? Ja, wat moet ik zeggen tegen de kijkers, man? Self-love is heel belangrijk, man. Is echt belangrijk. We hebben het vandaag gewoon even met elkaar erover gesproken. Maar zoals je ziet, we weten gewoon helemaal niks erover, man. Self-love is moeilijk. We zijn natuurlijk geen specialisten of zo, maar we weten uit onze eigen levenservaring hebben we jullie genoeg kunnen vertellen. Dus, Je ziet die ervaringen schommelen gewoon. Iedereen maakt het anders mee. Daarom. En misschien voor een bepaald, op een later stadium gaan we ook iemand erbij zetten. En zeker willen we het ook van een vrouwelijke kant horen. Dat is heel belangrijk. Dat willen we ook echt horen. Ja. En self-love is belangrijk. En dat is ook, ja, komen we weer op comfortzone. Dat is ook uiteindelijk comfortzone. Als jij wilt praten met vrienden. Als je of comfortzone gaat. Over bepaalde dingen durf te praten met vrienden. Uiteindelijk linken heel veel dingen. Want er zijn zelfs mensen die, ja, ze zeggen zelfs met onbekenden praten is nog beter. Ja. Ik zou zeggen, ik denk dat voor heel veel mensen dat het beste oplossing zou zijn. Mm-hmm. Want ik zeg je eerlijk, voor die mensen die nu niet willen praten. Ik zat zelf gewoon eens keer na te denken, gewoon van echt om met een psychiater te praten. Ja, maar... Gewoon zeggen dat... Heel veel mensen doen dat gewoon, hè. Niet psychiater... Maar heel veel mensen doen... Dat is hun werk, bro. Ja, maar... Heel veel mensen doen dat gewoon, hè. Ja. Gewoon, je zou denken... Je hoeft niet te groot persoon te zijn om naar een psychiater te gaan. Hè? Nee, bijna iedereen doet dat tegenwoordig. Heel veel mensen... Ja, psycholoog. Ja, psychiater is voor die gekke mensen. Sorry, psycholoog. Klopt. Ik zat daarover na te denken, man. Ik zeg je eerlijk, man. Totdat ik die prijs dacht. Die ding is duur, man. Nee, je kan gewoon... Bij GGD. Je kan gewoon de dokter, je huisarts bellen... Ja, maar dan moet je... de praktijkondersteuner mag. Ja, maar ik ga daar gewoon naartoe. Elke 3 weken, ik heb afspraken. Is praktijkondersteuner? Ja. Het wordt ondersteund door de GGZ. Wat is praktijkondersteuner? Je kan via huisarts. Het is een psycholoog die via in de huisartsenpraktijk... via de GGZ, dus... in een huisartsenpraktijk werkt. Ja, maar dan is het ook weer veel. Ja, als ondersteuning. Als jij inderdaad worstelingen hebt... of je hebt last van dingen die op zo'n moment... door alleen te praten opgelost kunnen worden. Ja. En een praktijkondersteuner kan ook met jou gaan kijken naar... aangepaste hulp binnen de GGZ, zodat het vergoed wordt. Ja, man. Ja. Goeie. Misschien moet ik wel eens een keer doen, man.
Moet ik wel eens een keer doen, man. Ik wil, aanraden, man. Wat voor deze, iedereen die het vooral nodig heeft. Ja, man. Vooral deze dagen, ik denk er wel veel van na, man. We kunnen niet alleen praten over zelflof en doen er zelf niks mee. Ik probeer het ook wel. Ik probeer mezelf ook gewoon te leren kennen. Ja, man. Het was goed gesprek, man. Goed gesprek. Ja, man. Dus en jij doe je nu... Nu je zegt dat je wel af en toe die druk hebt. Je hebt al met je vriendin erover gesproken. Ga je het vaker doen? Eén keer of zo. Eén keer. Ik ga het niet vaker doen. Ik doe het wanneer het druk te hoog zit of zo. Ik ben niet van plan het weer te doen. Nee, niet per se. Wanneer het druk gewoon te hoog zit. Ja, man. Want ik vind het ook goed dat ik met druk moet leren omgaan. Shadrak, je bent het waard. Zo ben ik het waard. Je bent het waard. Ben ik al op water aan staan. Nee, maar ik zeg, je bent het waard. Nee, maar ik zeg het gewoon, ja, man. Je bent ook lekker. Ja, je bent ook zeker waard, jongen. Je bent ook, ja, maar zeker. Ik ben zeker waard, jongen. Thank you. Kan je? Hey. Begint te blozen. Als ik white was, kan ik blozen, man. Kan mij dan blozen, man. Ja, man. We doen allemaal ons best, man. I'm calling when you see me, I'm white. Ja, man. We doen allemaal ons best. Het leven is gewoon tering zwaar. Koude zwaar. En ik zeg je eerlijk... Er bestaat geen makkelijke weg. Het is gewoon, jij moet jezelf gewoon elke dag herinneren. En helaas voor elke ons dag. Zijn wij de generatie die het moeilijkste gaat hebben. Helaas voor ons zijn wij de generatie die het moeilijkste gaan hebben. De meeste problemen gaan hebben. De meeste lasten moeten dragen. Misschien onze kinderen ook daarna, maar op dit moment zijn we wel de lul. Accepteer het gewoon met z'n allen. We gaan een hele moeilijke tijd tegemoet. We gaan een hele moeilijke tijd tegemoet. Je moet gewoon je best blijven doen. En zoek iemand waarmee je kan praten. Als het te hoog, als het te veel wordt. Ella Poppy is mijn Instagram. Ik kan me DM'en. Kia M is er ook. Mijn Instagram staat in de beschrijving ook. Ik kan me ook gelijk volgen als je wilt. We zijn er, man. We willen allemaal gewoon... We willen iedereen goed zien. Daar is de podcast voor. We willen iedereen gewoon goed zien. En als je met Sjaal wilt praten... Haar Instagram kan ze ook in de beschrijving. Zij is degene die heel goed met jullie kan praten. Dus. En heb jij het gevoel dat jij echt iets te zeggen hebt? Jij mag het zelf in die podcast gewoon maar zeggen, man. Binnenkort met publiek, zei je misschien? Ja, man, publiek, man. Ja, toch? Veel mensen hebben, die pod die ik eruit heb gehoord, veel mensen willen het wel, man. Misschien gaan we publiek werken. Maar ja, dat vraagt wel één ding, man. Ik wil die volgende aflevering op het doezel zien. Anders komt hij niet, man. Dus like. Dus blijven door. Blijven like gasten. En delen, man. Laten we. En snel binnenkort gaan we ook met een giveaway doen, man. Want die moesten we al lang doen. Dus het is tijd. We gaan het ook doen. En, like en deel. Zodat meerdere mensen ons gewoon kunnen zien. Het is gratis. Het staat op YouTube. Het is gratis. Volgende aflevering. Dus. Dan komt die. Soms moet ik zeggen, Bobby, alles hoog. Volgende, dan komt die publiek, man. Dan gaan we misschien hier, misschien een andere plek, gaan we wat doops neerzetten. Ik zeg eerlijk, ik zat zelf over na te denken laatst. Waarom gaan we niet eens een keer buiten gooien wanneer dit echt mooi weer is? Nee, man, bro. Waarom niet? Waarom niet? Bro. Waarom niet? Zeg maar waarom niet. Waarom niet? Dat is logistiek niet te regelen, bro. Waarom is dat? Elektriciteit. Tuurlijk wel. Je kan gewoon, je hoeft niet buiten ergens... Nee, de grond steken. Nee, maar ik wil niet zeggen buiten ergens op het strand of zo. Maar je kan wel gewoon een mooie locatie ergens gewoon een tuintje gewoon, bro. Dat kan gewoon. Bro. Zeker. Airbnb, je pakt gewoon een tuintje. Zet gewoon stoelen, barbecue gelijk. Laten we dingen gewoon in de toekomst. Man. We gaan het sowieso regelen. En ja, man. We zijn deze aflevering ronden we af. Ja. Self-love. We hebben een beetje gesproken over self-love. En de conclusie is, probeer gewoon te praten. Ook mannen moeten praten, dat is heel belangrijk. Ja. Oh ja, ik probeer ook een beetje meer aan te werken, want ik ben echt geen praten. Maar je moet praten, dat is belangrijk. Ik kan nog één ding zeggen. Weet je wat Mobisa ook altijd zegt? Wat zei die? Bislema! Wat hij zegt. Mensen, peace.